Dames en heren, voor de mensen die het niet weten, dit is Siem Team Park World, aflevering 3. En in deze aflevering gaan we verder met het park. En ik zie alweer dat er echt een wc hier zit, die zo stinkt dat gewoon de vieze kotsgeur of de vieze strontgeur komt van die wc alweer. Je ziet verder naar de intro. Okay, people, let's go to work. Echt, een nadeel van dit spel is dat je geen bankjes kan plaatsen rond de paden. Dat is gewoon eigenlijk jammer dat mensen niet kunnen zitten. Ze kunnen alleen naar de wc toe. En dat is een beetje hoe mensen hun behoefte doen. En er staan echt rijen voor de wc's die we weten. Iedereen moet schijten en pissen. En daarom wil ik dat de researchers eigenlijk zo snel mogelijk een wat grotere wc-ruimte gaan ontwerpen. Want dit is belachelijk. Customers at your shops feel like they've had a good deal. You're a marketing genius. Congratulations. Oké, tof. We gaan een attractie ontwerpen, de Dino Cards. En daar maken we gewoon een leuke layout zo. Je kan zelfs, ik probeer dat te laten zien. Even kijken hoor, dat kost natuurlijk wel veel geld. Wat ik nou ga doen is... zo. Een bocht en dan de onderdoor. Kijk, juist. Dit is een leuke track. Dit is nog best wel een aardige attractie volgens mij. Wat we dan gaan doen is, beneden gaan we het nog even opvullen met, even kijken, we hebben maar 3 dingen. We hebben maar drinkshop en burgershop. Alleen die hebben we nog niet geplaatst. Kijk hoor, small bush. Nou, dat hebben we niet nodig. Kijk, mensen rennen gewoon naar die nieuwe attractie al. Is die al open dan? Ja, is al open. Vandaar. Oké, hoeveel laps? 2 laps? 3 laps? Oké, 3 rondes moeten ze gaan racen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ze gaan klaarstaan in de karretjes. Oké, dit is echt vet, jongens. Toen al die game. Dit is fantastisch. Kijk, ze gaan rijden. Het is zo fantastisch gedaan, want je kan ook gewoon in de attractie zitten. Kijk. Fantastisch, dit, of niet? Ik ben gewoon een bezoeker in die attractie. In de layout die ik heb gemaakt. Fantastisch dit, toch? Nou, dat bedoel ik. Dat is gewoon ontzettend gaaf gedaan in die game. En ik zie dat echt veel mensen kotsen hier. Dit is echt... Ik moet veel meer wc's gaan maken, jongens. Ik ga deze verplaatsen. En dan ga ik hier meer wc's zetten. Want echt, er wordt te veel gekotst en zo. En dat kunnen we voorkomen door meer toiletten neer te zetten. En sowieso moeten we een cleaner hebben. Nog eentje extra, want ik mis dat. We hebben er wel best wel veel. Maar dan mag er ook best wel eentje worden aangenomen. En dan doen we er nog eentje voor de zekerheid. Die zijn toch maar $50 per uur. Zo. Alles vol. Alle toiletten zijn vol. Small toilet, zo. Huppakee. Kom maar jongens, ga maar lekker schijten hier. Kijk hoeveel mensen naar de wc gaan. Wat de hel. En deze moet schoongemaakt worden. Zo. En dan gaan we deze verplaatsen. Want daar wordt nog niet zoveel gedaan met dat gebied. Dan verplaats ik die gewoon hier naartoe. Hetzelfde geldt voor deze. Die moet schoongemaakt worden. Wordt die al. Deze halen we even weg. Ook naar hier zo. Verplaatsen die even. Dan kunnen mensen daar dus gewoon een wc-hokje even. En die boom. Oh. Je hoort ook echt poepgeluiden. Geniaal gedaan. Some of your visitors are afraid to even look at one of your rides. Remember that not all visitors like rides that are so exciting. Nou ja, ze zeggen inderdaad dat sommige bezoekers zijn bang voor attracties, maar ik zie het inderdaad, er zijn echt weinig bezoekers. Ik zie ook geen aantal. One of your rides is about to break down. Take cover. Or I suppose you could fix it. Oké, deze attractie moet, kan je hem upgraden? Wat is dit dan ook alweer? Oké, je kan ook research doen op attracties hier nu. Dat zou tof zijn. Maar je hebt geen researchers. Even kijken, zit er iemand in het stafhuisje? Nee, er zit nog niemand in het stafhuisje. Dat is mooi. En dan ga ik kijken of we de wc's kunnen upgraden. En ik denk niet dat dat kan hoor. Jongens, kijk nou, al die wc's zitten vol. Dit is toch ongelofelijk. Some little horror has put a stink bomb in your park. Oh, you should get it cleaned up before people get sick. Honestly. Er heeft een crimineeltje
Ik vertaal het gewoon even voor mensen. Een crimineeltje heeft een stinkbom in mijn park gelegd. A lot of happy visitors and it's almost won you a golden ticket. Put smiles on a few more faces. Ik zie hem al. And it'll be yours. Hier zo. Hier ligt die stinkbom. Kijk, daar gaat iemand. Oh, wat leuk. Aztec is... Oké, volgens mij doet hij het nu weer. Wat een hoop kotsen, jongens. Moet je kijken. Al die wc's. Ik ga nog maar een wc erbij kopen, want... small toilet, zo. Huppakee. En de go-karts. Gaan die een beetje hard? En die gaan wel lekker, volgens mij. Capacity 8 man erin. Maar ik zie maar 4 karretjes. Oké. Ah, dit is wel gaaf dit. Hier word je niet zo misselijk in die attracties. Dat is wel het fijne aan go-karts. Ik plaats er nog maar even eentje. Ik kan beter te veel hebben dan te weinig. Want ik zie dat alle wc's zijn allemaal dicht. Dus dat betekent dat het druk wordt in het park. Ja, sorry, het is misschien raar dat ik zoveel toiletten maak. Maar dat is echt, dat was inderdaad heel raar gedaan in de game. Oké, dit gaan we ook wel duurder maken. Parkprijs, €55. Of dollar, we zeggen even euro. Even kijken, capacity. Iets meer capacity voor die. Kijk, wat is met deze attractie? Is er al, nee, no upgrades zijn ervoor, helaas. Deze wordt ook niet zoveel bekeken. We've got trouble, boss. A ride is about to break down. Kijk, deze attractie gaat kapot. Dat weten we van tevoren al. Good news. People who've played your sideshows don't feel cheated. Wow. Oké, cool. Is good news. Die dino cards. Ik had gehoopt dat deze wat beter werkte trouwens. Zo, ik maak wat anders de baan. Zoals je ziet, ik kan gewoon de baan, hoef ik niet eens te slopen. Kijk, hoor, dit gedeelte, hier komen niet zoveel mensen. Dus we moeten sowieso dadelijk... Hey! Eureka! We've discovered a new ride. Oké, we hebben een attractie nieuw. Even kijken welke attractie we nu hebben. Want ik heb liever... dat die winkeltjes worden geresearched. Maar volgens mij kon je dat instellen, hoor. Even kijken waar dat kon. Je kon namelijk in de opties neerzetten. Dan moet ik even zoeken. Hoe je makkelijker kan researchen naar bepaalde dingen. Want nu worden alleen attracties geresearched. Sun God. Oh, die was gaaf, joh. De Big Wheel. Is een hoop geld, kost die. Dus ik ga even kijken hoe we dat kunnen oplossen. Dat we de winkeltjes een beetje meer kunnen laten zien. Even kijken, Richard. What a piece of advice. Get a good crowd into this park. It could win you a golden ticket. Even zoeken hoe we dat deden. Winkeltjes. Balloon shop. You've won it. You've won a golden ticket. Yes, we hebben een golden ticket weer. Ik zit even te kijken, want je kon ergens je zooi zien dat je wat sneller kon researchen. Ticketprijs. Staff training budgets. Oké, je kan lenen bij de bank. Oké, dat is mooi. Maar ja, het nadeel is dat je wel weer moet terugbetalen. We maken het park €60. En we hebben een gouden ticket gewonnen. En dat is wel helemaal mooi. Want met 2 gouden tickets... komt het wel goed, denk ik. Maar ik zie bovenin maar 1 ticket. Dat is raar. Dat is vreemd. Oké, nou, het zal wel. Ik heb 2 tickets. Dat weet je van vorige keer nog, hè. Oké, wat die security cam doet het denk ik wel goed. Die zit zo heel verborgen, weet je hier. Die kan er ook in zitten in die security cam. Kijk, dat zag ik ook hier zo. Kijk, let op. We kunnen even kijken wat er allemaal gebeurt. Ik hoor echt heel veel gekotst. Ik vertrouw het niet. Wat wordt er nou allemaal gekotst, jongens? Oh, hier uit die attractie. En al die wc's zitten vol. Ik meen het serieus. Moet je kijken hoeveel wc'tjes vol zitten. Al die klepjes. Wordt natuurlijk druk in het park. Dus wat ik nou ga doen is, omdat we hebben hier 2 rijen. Wacht even jongens. Als we hier nou ook weer cd'tjes, of cd'tjes. Yo, hoe deed je dat met die winkeltjes? Look out! Look out, she's gonna blow! You've got a ride that's about to break down.
En dat is wel leuk met dat koptelefoontje. Je kan kijken welke attractie eruit gaat. One of your rides is about to break down. Take cover! Or I suppose you could fix it. Okay, twee attracties moeten worden gerepareerd. Wat is dit? Oh, de mapkaart is dit. Oh, kijk hoe groot we nog kunnen uitbreiden. Dit hele gebied is gewoon mapkaart. Bizar. Oké, hoe kom ik terug? Niet. Oh, zo. En ik neem nog maar even één zo'n gastje aan, want het wordt echt een chaos in het park. Je moet echt alles bijhouden. Hier ligt ook weer kots. Dus dan, ja. Maar er was een manier om je te upgraden. Dus dat die gasten hier zo, die hier zitten, met zijn klein beetje skills, dat ik hem, zeg maar, meer winkels kan laten ontwerpen. En niet alleen maar andere dingetjes. Lastig. Nou mensen, dit was weer een aflevering. Volgende keer gaan we verder met het park. En gaan we kijken hoe... We staan ze in ieder geval op de groene pijl als je boven ziet. There's a litterbug running amok in the park. You should get a cleaner on the case and clean up the mess. Jeetje, wat een gezooi hier. Nou mensen, tot de volgende video. Doei doei!